Elke generatie heeft zijn eigen gouden tijd. En daarbij hoort de muziek die je altijd bijblijft. Of het nou jazz, beat of disco is, het heeft in Utrecht zijn sporen nagelaten. Vandaag in Gouden Tijden, Nederpop met het goede doel. Het is natuurlijk België van ons eigen goede doel, hun allereerste top 5 hit. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Ik wil niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Irak. Ik wil niet naar Irak, daar doen ze nou eng. Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Het goede doel zoekt altijd de grenzen van de muziek op. En wij gingen alle kanten op. En wij gingen textueel en instrumentaal en qua arrangement gingen wij veel en veel verder. Maar de mannen zoeken niet alleen de grenzen van de muziek op. Nog nooit zoveel politie toen bij elkaar gezien. Maar ja, het was niet tegen te houden en zeker niet op een nette manier. I found my thrill on Blueberry Hill. Utrecht midden jaren 50. Henk Westbroek groeit op in de arbeidersbuurt Zuilen. Hij luistert veel naar de radio en spaart al zijn zakgeld op om singeltjes te kopen. Henk Temming is de zoon van een profvoetballer bij DOS. Henk Temming senior. Temming junior probeert al vroeg allerlei instrumenten uit en ontdekt al snel dat hij ook kan componeren. Op mijn 13e, 14e ben ik begonnen met het schrijven van liedjes. En dat deed ik dan. Mijn zus had een bandrecorder en die, als ze dan niet thuis was en ik had een eigen bandje, had ik toen gekocht. En dan ging ik dingen opnemen. En dan, dat deed ik dan heel stiekem. Vanaf die leeftijd heb ik dus allemaal liedjes geschreven. Mijn lievelingsband waren de Kings en dat zijn het nog steeds. Maar ik luisterde ook naar Randy Newman, Talking Heads, Elvis Presley. Ik was lid van de Elvis Presley fanclub in the ghetto. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Van Creedence Clearwater Revival. De Shakespeare van de popmuziek is altijd de voorman van de Kings geweest. Dat is echt het beste wat er ooit geschreven is. Lola, hè, over een man die verliefd wordt op een transvestiet. Een heel dubbelzinnig liedje. Was ook even verboden in Engeland. Hè. Wij zitten met z'n allen, Lola, cola, weet je wel. Maar het is een heel dubbelzinnig liedje. Het is eind jaren 70, de tijd van de punk met de Sex Pistols als een van de bekendste bands. Het gaat slecht met de economie en de jeugdwerkeloosheid is hoog. Een groep jongeren voelt zich niet serieus genomen en de punk komt op als reactie tegen de gevestigde orde. Met harde muziek die vaak uit niet meer dan 3 akkoorden bestaat en met kleren met scheuren en veiligheidsspelden. Ook in onze regio ontstaan punkbands, zoals de Rakketaks, Noxious en de Lullabies. In die tijd zijn Westbroek en Temming jonge mannen van eind 20. Westbroek heeft dan een baan als onderzoeker naar de socialistische jeugdbeweging. Temming studeert sociologie. In 1979 richt Temming samen met Sander van Herk het goede doel op. Aan het eind van het jaar vraagt Temming zijn vriend Westbroek om erbij te komen als zanger. Ze kennen elkaar van de HBS, maar zijn vrienden sinds de tijd dat ze allebei sociologie studeren. Ik had nog nooit in mijn leven gezongen, anders dan in de badkamer. En zelfs daar zong ik nooit. Dus ik was helemaal geen zanger.
En Henk zei, nou, ik leer jou wel zingen, want dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ja, het was in de punktijd, hè? Dus, ja, iedereen, dus iedereen kon zingen. Iedereen je, kon als, alles. Als je een beetje kon, hè. Er was ook in de tijd dat, dat je op in de Volkskrant las dat als je dus gewoon het rijmwoordenboek kocht en een willekeurige bladzijde opensloeg en je liet, was je gelijk een dichter. Het was een hele democratische tijd. Maar in ieder geval, Henk zei, nou, ik leer jou wel zingen. Dus het eerste wat hij met me deed was dit. Hij zei, doe dat eens na. En dan moest ik dit doen. Zo, hè? Nee. 1, 2, 3, 4. Dus de maat houden. Nou, laat ik het zo zeggen, toen we 2 maanden verder waren, toen ging het 1, 2, 3, 4. Dat ging ietsje beter, maar echt goed ging het nooit. En toen moesten wij, en dat was alleen de maat nog maar, hè. Dus als de band, als ik of de band niet goed invielen, dat was altijd mijn fout, dan ging ik ook gewoon tot het eind door. Dus als ik te vroeg inviel, dan waren zij al het refrein aan het spelen, dan zat ik nog meer in het couplet. Of ik was eerder bij het refrein en ik ging als een speer, hè? Dus ja, gewoon recht op het doel af. Dus dat dwong de drummer om iets te doen wat drummers nog steeds doen, dat is mij erin te slaan. Dus dan moet je beginnen met zingen en doet hij eerst ta da ta da ta ta boom! En dan op die boom val ik dan in. Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta op niemand zijn agenda, maar ik kan zoals ik besta. Een jaar eerder dan het goede doel is Doe Maar opgericht. Sinds een dag of 2 vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of 2 aangenaam verdoofd. Als zij doorbreken, staat Nederlandstalige popmuziek ineens in de schijnwerpers. En daar profiteren andere bands zoals het Goede Doel van. Het is in die tijd voor een popband niet gebruikelijk om in het Nederlands te zingen. Dat is de taal van het levenslied. En de taal van het chanson, zoals gezongen door Frans Halsema, Lisbeth List en Ramse Shaffi. Laat me mijn eigen gang behouden. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Als je op een podium staat en je praat tegen het publiek in het Nederlands, je gaat dan in het Engels zingen. Ja, dan moet je op zijn minst uitleggen waar het over gaat, vind ik. Want niet iedereen spreekt Engels, tenminste als je wat te zeggen hebt. En dat hebben ze. Niet alleen op het podium, maar ook daarnaast. Het is een tijd waarin veel wordt actie gevoerd. Wij deden aan elke demonstratie mee, want wij waren links. Ik heb zoveel gedemonstreerd in mijn leven, dat je op de duur bij God niet meer weet waar het allemaal voor of tegen was. Nederland is in de ban van de bom, de kernbom. De vredesbeweging is ongekend populair. Honderdduizenden mensen gaan de straat op om te demonstreren tegen kernwapens. Zoals in Soesterberg, waar de Amerikanen een vliegbasis hebben. Veel feller gaat het eraan toe bij het protest tegen de aanleg van de A27. De nieuwe snelweg gaat ten koste van bijna 500 eeuwenoude bomen in natuurgebied Amelisweert, tussen Utrecht en Bunnik. Ik geloof dat ik nog een uurtje aan zo'n boom heb vastgeketen, maar toen moest ik geloof ik ontzettend poepen. En ik vond het heel akelig om met al die mensen om me heen in zo'n bos te gaan, mijn broek te laten zakken. Henk Temming is actief in de krakersbeweging Tivoli Tijdelijk. Ze vechten voor een goede popzaal. Ik was zeker niet een van de mensen die in de voorhoede zaten. Ik was degene die de straatjes aanlegde als alles gebeurd was, zou ik maar zeggen. Een belangrijk centrum voor alternatieve popmuziek van Utrecht, Casino, moet plaatsmaken voor een grote parkeergarage. Er komt niets voor in de plaats. Daarom kraakt een groep jongeren het houten concertgebouw Tivoli in Park Lepelenburg, bij de Single. Dat staat leeg door de opening van muziekcentrum Vredeburg. Op het moment dat de koningin daar de deuren opende, waren wij bezig met het oude Tivoli te kraken. En het was om ook eventjes de aandacht op te vestigen dat er dus wel heel veel geld was voor de hogere cultuur, maar dat voor de lagere cultuur, ze werd er toen nog gezien, geen dubbeltje over, dat men daar geen dubbeltje voor over had. En we hebben als goede doel hebben we toen ook gespeeld. Het was eigenlijk een van de eerste grote optredens die wij deden.
Als het houten concertgebouw afbrandt, kraken ze het NV-huis aan de Oude Gracht. Een voormalig weeshuis dat door vakbonden werd gebruikt voor bijeenkomsten en filmvertoningen. Het pand staat al jarenlang leeg. De kraak loopt uit op een ware veldslag. Ik heb ook nog nooit zoveel politie toen bij elkaar gezien. Maar ja, het was niet tegen te houden en zeker niet op een nette manier. Ook leden van de Utrechtse band Het Klein Orkest zijn betrokken bij de kraak. Zij schrijven het strijdlied van de actievoerders, het Tivoli-lied. Tivoli, 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 I love it. Tivoli, 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 I love it. Ook in andere steden vechten jongeren voor een muziekpodium. In Amersfoort kraakt een groep muzikanten de Grachtkerk aan de Lieve Vrouwenstraat. Het huidige theater De Lieve Vrouw. Ondertussen treedt het goede doel veel op in buurthuizen, op scholen en bij allerlei linkse activiteiten. Popmuzikanten waren allemaal links. Ja, dat was zo. En ja. Onze band bestond grotendeels uit communisten. En, toch? En nu uit Limburgers. En nu uit Limburgers. Dus weet je ongeveer. Heel weinig veranderd. Ja. Maar wij speelden ook allemaal op dat soort dingen voor het Nivon. En op het 50-jarig bestaan van de Communistische Partij in Nederland. Want onze toetsenist was hardcore communist. Toen werd de stekker er nog uitgetrokken door Marcus Bakker zelf. Wij hadden een persiflage op de internationale. Ontwaakt verworpenen der aarde. De baas die slaapt nog even door. Arbeid heeft voor mij geen waarde. Neem er maar een ander voor. Ja. Dat en dan deden wij een persief. En dat was een heel grappig liedje. Ja. En dat was echt, er zat ook geen kwaad in. Maar dan een beetje spot van de groep waarbij je hoort. En toen werden ze kwaad. Zeg. Ja. Tenminste, het kader. Het kader, want de mensen die konden daar wel om lachen. De mannen nemen een single op, In het leven. Maar die wordt nauwelijks gedraaid. Ze breken door met het controversiële Gijzelaar. Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. De tekst veroorzaakt veel commotie. Het was ook een tijd waarin ironie een door heel veel mensen begrepen stijlvorm was. Ja, dat en niet. Wij gingen gewoon een beetje over de top daarin. Ja, maar dat was ook leuk. Maar mensen snapten dat. Ja. Behalve natuurlijk de gezaghebbers en een enkele wijsneus bij radio en televisie. Maar heel veel snapten het ook wel. Ik raakte door mijn geld heen, geen peseta meer op zak. Het was een 14-daagse reis, dus het hotel dat. De Tros die ging op een gegeven moment samen met professor Bastiaans. Dat was een man die gespecialiseerd was in mensen die een concentratiekamptrauma hebben. En die had dus bedacht dat als mensen naar het liedje Gijzelaar zouden luisteren, ze onmiddellijk een trauma zouden krijgen en door hem behandeld moesten worden. Dat werden radio- en televisieprogramma's. Hè? En godzijdank was er een bond van ex-gegijzelden, waar mevrouw Annie Brouwer, burgemeester van Utrecht, die was ook ooit bij de punt gegijzeld in zat. En die deed een officiële verklaring dat zij in een deuk lagen om dat liedje. Nederlandstalige popbands vinden steeds vaker hun weg naar het grote publiek. Zoals Toontje Lager. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. En ook het Kleine Orkest uit Utrecht heeft veel succes. Vooral met politiek getinte nummers als Koos Werkeloos en Over de Muur. En alleen de vogels vliegen van oost naar west Berlijn. Worden niet teruggevloot, ook niet meer geschoten. Het Goede Doel is een vernieuwende band. Een van de eerste die met samples werkt. Geluiden als instrument. Ik kan me herinneren, wij maakten dus een nummer dat heette Brood en Spelen. En je kon in die tijd nog niet samplen, dus tegenwoordig dat doe je. En dan neem je dat op en dat zet je in een maat en dan heb je dus geklap, tafelklap.
Maar Henk had besloten dat er een dat de bassdrum in de 2 en de 4, zou ik maar zeggen. En, De 1 en de 3. En kan allebei, dan heb je een lopende bas. Ja. En jij had nog gelijk ook, ja, wanneer niet eigenlijk. Het was niet eens als grap bedoeld, maar echt een domme verspreking van me. Dat een heipaal moest zijn. En dan denk je, nou, dan neem je even een heipaal op met je telefoontje. En dan dat zet je die. Niet, hoor, ja. Maar dat betekent dus dat je met een geluidsopnameapparatuur naar een fucking heipaal moest gaan. Dan moest die klap, want als die heipaal er diep in zit, dan is het geluid anders dan wanneer die er net in zit. Dus je moet per heipaal wachten tot het even de goede sound is. Dat neem je op. Dan heb je er 2 van, die moet je achter elkaar plakken met tapejes. En dan ben je 5 dagen verder, dan heb je de bassdrum. Snap je? En wij deden dat, nou, ik overdrijf iets, maar het was wel 3 dagen werk. Dan deden wij dat en dan zeiden wij vol trots, kijk eens, de bassdrum, het is een hypass. En mensen, ik had liever een drum gehoord. Maar we deden het wel, ja. Snap je? En niemand deed dat. Die heigeluiden horen ook de omwonenden van het FC Utrecht stadion. Het oude stadion is afgebroken en er komt een spiksplinter nieuw stadion voor in de plaats. Het is op dat moment een van de modernste voetbaltempels ter wereld. Vooral dankzij de droge grachten om het veld. Daarmee wordt voorkomen dat al te enthousiaste fans het veld op gaan. Heb Utrecht! Heb Utrecht! Het is dan 1982. In dat jaar loopt in Amersfoort de homodemonstratie op Roze Zaterdag uit op rellen. De deelnemers worden bekogeld met eieren, maden en stenen. Kan homo! Je bent zo agressief! Klap jou, gek! De rellen hebben als positief gevolg dat er vanuit de overheid homo-emancipatiebeleid komt. Het goede doel brengt België uit. Het wordt hun grootste hit en bereikt de 5e plaats in de hitparade. Op een maandagavond kwam ik thuis en ik luisterde altijd naar de avondspits van Frits Spits. Dat was tussen 6 en 7. En toen had je altijd de snelste stijger en dat was Sinterklaas, wie kent hem niet. Dat vond ik geweldig. En toen aan het einde van die uitzending werd dan de nieuwe steunplaats, was het dan heette, werd dan uitgeroepen. En die werd dan de hele week als zeg maar uitsmijter gedraaid en dat was België. Dat was in één keer, was dat eigenlijk op één dag kwam eigenlijk alles samen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Er volgen jaren met hits en veel tournees. De band treedt heel veel op en verkoopt meer dan 1 miljoen platen. Het album België wordt platina. Maar hoe geweldig het voor de mannen ook is om als professioneel muzikant door het leven te gaan, het succes eist ook zijn tol. Mijn jaren met het goede doel waren hele productieve jaren. Qua werk, maar privé was het, ik was alleen maar moe. Als ik aan mijzelf privé denk, dan lag ik alleen maar moe op de bank. In 1991 valt het goede doel uit elkaar en gaan de mannen hun eigen weg. Wij hebben daar nooit zo'n heel erg geheim van gemaakt. We hebben ruzie, we zijn uit elkaar en niet vanwege muzikale meningsverschillen, want die hadden we namelijk nooit. Nee. Je moet ook niet vergeten dat zo'n bandje is, zeker in die tijd was dat zo, is eigenlijk net een huwelijk. Je bent altijd bij elkaar over de vloer. Je zit elkaar op een gegeven moment gewoon in de weg. Je kan elkaar ook te veel zien. Ik denk dat wij elkaar meer zagen dan jij en ik, mevrouw. Dat weet ik wel zeker. Elke dag, hè? Ja, ja. En ook het weekend, hè? Ja. Ik kon niet autorijden, ik zat altijd bij Henk in de auto. Die altijd bij mij zat te schelden waarom ik niet kon autorijden. Ik vond het ook wel lekker dat ik het niet kon. Ik dronk in die tijd echt te veel. Dat was niet goed. Ik op terugkijk. Ja, drank maakt meer kapot dan aan je lief is. Dan je lief is, ja. Na 10 jaar soloprojecten komen Henk en Henk in 2001 weer bij elkaar voor een paar reunieconcerten. Ze gaan ook weer samen nummers opnemen en doen dat nog steeds.
doe ik wel een stukje zingen. Dan zeg je, ja, ik kan het iets minder vals. Eenzaamheid. Iets minder vals. Sorry. Oké. Ja. Eenzaamheid, de vrijheid om kapot te gaan. Doe wat je wilt, geen hond is zich reed. Ik was te laat met de inval. Eenzaamheid, de vrijheid om kapot te gaan. Doe wat je wilt, geen hond trekt zich er iets van aan. Eenzaamheid is helemaal niet fijn. Dus mocht je eenzaam wezen, zing al met ons dit refrein. Ik, ja. Met ons verspraken we ons, ging te snel. Met ons. Ja. Ja, wij zijn nog heel ouderwets. Wij spreken een F nog als een F uit. En een V als een V. En een S. Een S gewoon als een R. Zoals iedereen dat tegenwoordig doet. Je moet een beetje meegaan. Nee, jij hebt een... Oké. Nee, gaan we weer katten? Jij hebt een... Jij hebt heel vaak een S, doe je een... Ja, dat is Utrecht. Oké. België. 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 België.